Welkom bij deze video, ik ben Raymond, jouw thuissportspecialist en deze week geef ik je weer 4 dumbbelloefeningen voor de borst. We beginnen met de Valley Press. Houd je handpalmen naar het plafond toe en zorg dat de dumbbells minimaal tot schouderhoogte komen. Als je geen goede activatie in de borst voelt, probeer dan heel lichtjes achterover te leunen en uit te blazen als de dumbbells omhoog komen. De tweede oefening, dat zijn Around the Worlds. Zorg bij deze oefening dat je je ellebogen licht gebogen houdt en begin altijd met een heel licht gewicht. Als we de borst zwaar willen trainen, doen we dit bijvoorbeeld met de press. Daar is deze oefening niet geschikt voor. Deze oefening is bedoeld als een warming-up voor de schouders, de borst en de rug. Of gebruik hem als burn-out setje aan het einde van je training. De dumbbell pullover is een goede oefening voor de lats en de borst. Zorg ervoor wanneer je deze oefening uit gaat voeren dat je je rug, schouders en borst goed hebt opgewarmd. Deze oefening gebruikt een grote bewegingsuitslag en dit in combinatie met een zwaar gewicht kan snel een blessure opleveren. Zorg ervoor dat de dumbbell elke keer over je tepels heen gaat wanneer je terug gaat naar de startpositie. Houd je buik aangespannen zodat je onderrug zo vlak mogelijk blijft. Het is normaal als deze iets loskomt van het bankje, maar dit moet niet te erg worden. Overextensie in de rug, het holtrekken van de rug, is zeer slecht en kan snel rugpijn veroorzaken. En als laatste hebben we de floor press. Dit is in principe gewoon een bench press, alleen is de range of motion iets verkleind omdat je met je ellebogen op de grond komt. Zorg ervoor dat je net zoals bij de bench press je schouders niet haaks op je lichaam zet, maar iets naar je tepels toe buigt. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je het een leuke video? Heb je er wat aan gehad? Neem dan eens een kijkje op mijn kanaal. Dan vind je nog meer fitness gerelateerde video's, oefeningen, uitleg over bepaalde dingen. En dan kan je natuurlijk ook abonneren. Bedankt en tot de volgende keer!